Vandaag heeft het Lakshmi Prasad Moomra streekziekenhuis in het kader van de activiteiten in verband met haar 55-jarig bestaan de komende week een trimloop georganiseerd door de straten van Nieuw-Nikeri. De vorige week was er ook een family day voor de medewerkers met daaraan gekoppeld een fietsenwedstrijd. Voorafgaand aan de activiteit werden de deelnemers kort toegesproken door directeur Antoine Elias van de instelling. Nikeri, ik ben jullie heel dankbaar dat jullie LMSFM zo groot steunen. Als ik me niet vergis, hebben we vandaag ruim 1000 wandelaars. Want we hadden 1000 t-shirts en allemaal waren al uitverkocht. Er zijn nog steeds mensen die truitjes willen. Dus het is een heel geslaagde groep. Onthoud u één ding goed. Sporten is deel van preventieve gezondheidszorg. In het kader van 55 jaar LMSFM hebben we dus gemeen ook iets aan preventieve gezondheidszorg te doen. Dat hebben we dus zo meteen. Gezondheidsloop. Ik dank u voor het willen meedoen. Verder wens ik u een gezellige loop. En ik nodig u bij deze ook alvast uit voor onze laatste activiteit. Volgende week zaterdag in, bij de Wingroep, oud CCN gebouw, waar we met onze eigen professionele toneelspelers een leuke avond gaan verzorgen voor de Nikeriaanse gemeenschap. En daarna gaan we tot slot de benen losgooien. Dan hebben we het gehad voor wat 55 jaar LMSFM betreft. Everything, baby. Yes. Tú eres mi mundo. Quiero.